Je hebt het gemerkt aan het begin, zoveel oproepberichten van de verschillende bonden. Die vinden dat ze dus niet langer stil kunnen zitten. En de mantaki, we gaan de beleidsmakers een sterk signaal geven. Wat ik dus heb kunnen halen uit alles wat ik daarnet heb gehoord van KOB, van SOB. Ik heb ook een nieuwe bond bijgeleerd door IOB. Dat is de Islamitische Onderwijzersbond. Daar hebben we ook BLTO gehad. Allemaal hebben dus de leden opgeroepen, dames en heren, om morgen thuis te blijven. Omdat het zo niet verder kan. De koers is al 31, zoveel volgens mij al 32. En het wordt gewoon onhoudbaar in Suriname. Dus ik heb gesproken tot meneer Nerkus. Hij is de president van de VOLS. En hij is eigenlijk de motor, het brein achter dit alles. En ik heb een gesprek met hem gehad, dames en heren. En Womiki Arkisa, meneer Nerkus Taki en Saop Satamara. Een van de eerste vragen, Sami stel meneer Nerkus, is het wel nodig om die actie te voeren, of althans om het signaal te geven? Want gisteren heeft de president een persconferentie belegd waarbij hij... misschien moet ik zeggen, hij heeft de mensen al het gras voor de voeten weggemaaid, ik weet het niet. Maar hij heeft gisteren tijdens de persconferentie, het staatshoofd, heeft hij dus maatregelen aangekondigd. Nerkus zegt tegen mij, dat is mooi en waar, maar dit signaal, de voorbereidingen daartoe, we zijn al een hele poos bezig. En het is goed om toch nog ertoe over te gaan, om te doen wat we dus eigenlijk van plan zijn te doen. Dus Nerkus hoort u zeker in deze Bakanatori. Maar we gaan het anders beginnen vandaag, dames en heren. Je weet dit programma, we zitten vol met variatie. Dus wij starten deze Bakanatori met iets anders. En hoe kan je over Suripop praten zonder deze man die we dus nu in beeld zien erbij te halen? Eigenlijk moet ik zeggen, het boegbeeld van positiviteit, want hij heeft altijd een smile. Henk, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Cliff. Bedankt voor de uitnodiging dat we vandaag aan de vooravond van Suripop ook hier mogen zitten. Natuurlijk, Suripop is een Surinaams product, dus het kan niet anders. Welkom, Vego. Heel goed, bijzonder goed. De drukte natuurlijk, met de voorbereiding. Je weet, puntjes op de i zetten. We zijn al eigenlijk met dit festival al 3 jaar bezig. Want we zouden in 2020 draaien, maar vanwege COVID niet doorgegaan. Mm. Dus alles weer uit de pakken doen. Alles weer bij elkaar schrapen. Om COVID te kijken, heeft de boel in de war gegooid. Hoor. Ja. Mm. Om dit weer mogelijk te maken. Ja. Oké, okay, ik hoop niet dat je het erg vindt dat je dus hier zit. Trouwens, er worden nu op dit moment geen wedstrijden gespeeld. Nou, want Juna Balmantu, dat weet ik wel. Ik ben zelf sportverslaggever geweest. Zie je wel, dat heb je al zijn Rido Specs ook nog verteld. Ja. Voor wie kraak je, Brazilië? Nee, voor Suranje. Suranje, oh ja. Suranje. Geen Oranje, ja, voor Suranje. Kijk, als dat Surinaams bloed daar stroomt, mm-hmm. dan voel ik mij verbonden met de jongens. Telema wini de mailo nanga sarana vragen. Hoe trots voel ik mij niet? Begrijp je dat? Afraga dape, je weet toch? Maar naar de boef me. Als ze onderling praten, soort sademaitaki. Sarana tongo, de maitaki. Da, van de kalib de ma in de steek. Ja, maar ik hoe blij zal ik niet zijn als daar de ma hora cup zo, hè? Want Bergwijn hora cup, want Simons hora cup. Hé! Ja. Dan ben ik ook trots. Begrijp je? Ik ben wel Frankrijk. Dat bloed stroomt daar. Dus. Ja. Kijk, als je het zo brengt, dan heb ik geen andere keus. Maar Mina, Frankrijk. Ik ben die Fransen die zijn wat dat betreft heel sterk op de bal. Dus dat moet je ze ook wel meegeven, hè? Absoluut, zeker weten. De Brazilië speelt ook een mooie partij. Ik heb genoten. Ja. Dus ik geniet van voetbal, laat me het zo zeggen. En wat ik fijn vind, dat van de landen waarvan men dacht van... Walk over. Ja, boy, ze hebben zo wat geleerd bij deze WK. Henk, eigenlijk, ik zei nog bijna tegen iemand, Suripop is geen Surinaams product. En die vindt zo kinky van, wat bedoelt deze jongen nou eigenlijk?
Weet je, we zijn in Suriname, je bent toevallig in Baganatoria, het is honger gegeven dat we vaak in dit prachtig God-given land processen opstarten. Maar het is ook een gegeven dat wanneer we die processen in dit land opstarten, dat vaak genoeg we de dingen niet afmaken en halverwege stoppen. Dus als ik naar Suripop kijk, dan wil ik bijna zeggen, het zijn geen Surinamers die erachter staan. maar dat is het toch. Dus dat is een korte inleiding van mijn vraag. Hoe is het jullie gelukt om de zaak in stand te houden? Ik wil bijna zeggen, het is ons Surinaams. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Kijk, toen we dit starten, langer dan 40 jaar geleden, mm-hmm, de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, hadden we een groep Surinamers die zei van, kijk, we zijn in de showbiz, we willen iets terug doen voor het Surinaams volk. We hebben iets bereikt door het mediawerk dat we hebben gedaan en het Surinaams volk achter ons hebben gekregen. Mm-hmm. Een Werner Dutenhofer, een Gunno Meijer, Frank Cameron als manager van Twinkelstars en Oscar Harris. A give back. En dat is het succes geweest. We hebben het nooit gedaan om met winstoogmerk. Het was een give back to the Suriname people. En we hebben met zoveel liefde gedaan. En niemand mocht komen aan Suripop. Als er bij Suripop wat overbleef, dan was het voor de volgende Suripop. Mm-hmm. En dat is het succes. Ah, wij, ja, we zijn gewoon onbetaald bezig geweest. Met liefde hebben we het al die jaren gedaan. Heel prachtig. En Suripop is heilig voor ons, geloof het me. Nogmaals, welk jaar zijn jullie begonnen? 81 of 80? Nee, in 1981. 81. Ja. Nee, sorry, correctie, 82. 82. Ja. 26 november 1982 in Italië. Onafgebroken, dus los van COVID en die toestand. Ja, los van COVID, mm-hmm, hebben we geheel volgens concept dit kunnen presenteren aan het Surinaams publiek. Maar vroeger was het wel zo, je zal me corrigeren, het was elk jaar het geval en daarna hebben jullie het om de 2 jaar gedaan. Exact, in het begin Suripop 1, 2 en 3. Achter elkaar, ja. Maar het was zoveel werk dat we zeiden van nee, kijk, willen we dit dus je moet ook realistisch zijn. En dat is een ding toch, mensen, ja, zijn er goed, dus we draaien. Nee, we waren realistisch. Meneer, zo'n groot project kan je niet elk jaar doen. Ja, ja. Om het ene jaar. Net dat als WK, toch? Kijk, WK is om de 4 jaar, toch? Suripop is zo'n groot muzikaal project van Suriname. Dat we zeggen van nee, het moet in stand blijven. We moeten met zorg deze show voorbereiden. En de voorbereiding begint al vanaf de inzending, de componisten aan het werk zetten om mee te doen. Mm-hmm. Dus vandaar dat we toen het initiatief hebben genomen om over te schakelen van 1 naar 2 jaarlijks. Ik vind het zo jammer dat ik in deze uitzending geen Suripop nummers, zelfs de laatste nummers, niet kan laten horen, want mijn computer crash even, althans dat systeem, dus de heren zijn ermee bezig. Ik denk dat het pas morgen zover is. Want ik wil een soort van mooie mix maken met de songs van toen en nu. Maar goed, het is elk jaar weer een beetje wennen, hè. Want als je de nummers hoort, ik hoor niet eens zo lang door iemand die zegt van ja, mami nog vindt een poko die is mooi. En ik zei van weet je, bij het festival blijkt meestal na de show zelf, na de finale zelf, dan pas worden de songs de grote hits, toch? Laat mij dit ervan zeggen. We doen het al 40 jaar. Mm-hmm. We zijn begonnen in 82. En er is nooit een andere reactie van het publiek geweest dan wat jij nu hebt gezegd. Okay. geloof het me. Dus daar ACD door, tapawoyo. Hé, die is nou, hé jongen. Hey. Maar direct daarna, dat klaart alles op. En dan zie je van, hé, iedereen zingt mee. Iedereen vindt ze geweldige liedjes. Yeah. Maar dat is zo met alle muziek. Mm. Een muziek moet je vaker horen. Van het slechtste nummer, Cliff, kan jij de grootste hit in Suriname maken. Als en jij weet er alles van. Als je het hier elke dag draait bij dingen. Kijk, grote hits. Soms vraag je van, hoe is daarin populair geworden? Gangnam Style. Een wereldhit. Meneer, luister naar die muziek. Je verstaat geen woord. Begrijp je? Maar het wordt een wereldhit. Ja, zo heb je het gehad met vele liedjes in Nederland. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt. Dan is dat zo lang op de hitparade. Draai dat ding vaak genoeg. Laat de mensen wennen aan de melodie, de tekst. En het is een hit. Ja. Welke vorderingen heb je gemerkt in die 40 jaar? Dat wij erin zijn geslaagd. En daar zijn we heel trots op. Om bij elke Suripop een treetje hoger te gaan. Mm. Als we kijken hoe we zijn begonnen bij Thalia. En waar we nu zijn. Dan zeg ik van ja, we did a good job. Door met de ontwikkelingen in de muziek. In de media. Met de videoclips. Geluiddragers. We zijn altijd met onze tijd meegegaan. Mm-hmm. Ik vergeet nooit toen we daar zaten in een bestuursvergadering bij Suripop 5, van zo,
er is iets nieuws op de markt, cd's. Gaan we het wagen? Mm. Maar toen was Zuurpop alleen verkrijgbaar op LP en cd's. Nou, we zijn voorzichtig gestart met 500 cd's. Want niet iedereen had een cd-speler in Suriname. Dat ding was luxe. Je moest, ik geloof, eentje kostte 1500 gulden toen. Want toen was het gulden. En dat was heel veel geld. Dus niet iedereen had zo'n cd-player. Mm. Nou, het eerste wat uitverkocht was, was de cd. En dat was eerste succesvolle CD mm-hmm. van Surinaamse liedjes dat zo goed is verkocht. Ja. En dus we gaan mee met de ontwikkelingen. Toen kreeg je videoclips. Nou, elke Suripop song moest een videoclip hebben. Nu, je mag het weten, bij deze nieuwe editie van Suripop 21 hebben we ons gefocust op Suripop liedjes niet uit te brengen echt op CD. De CD zal wel verkrijgbaar zijn. Ik mag het zeggen bij Disco Ambigo. We hebben een deal met hem gemaakt. Maar wij als organisatie hebben niet zelf in het buitenland CD's laten persen. Met de ervaring van de vorige Suripop. De Golden Edition. Suripop 20. Hmm. De CD's zijn bijna niet verkocht. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Maar de liedjes zullen dan ook weer verkrijgbaar zijn bij Spotify en iTunes en zo. Want dat is het trend. Nu weer een liedje, dan moet je naar Spotify gaan, iTunes, om het te downloaden, ja. En dan betaal je daar. Dus ook dat hebben we in meegenomen. Ja, vroeger hadden jullie ook een model. En ik ben zelfs ook blij dat jullie dat hebben afgeschaft, hoor. Want ik vond dat niet zo leuk. Verschillende categorieën, no? Ja, klopt. Dat je politieke songs, dat je songs voor vrouwen, gospel, of gospel en zo. Kaseko. Ja, ik herinner me nog, his name is Jesus van Kenneth Molly. Exact. Nee, maar hij had gewonnen met Lemo van Nelis. Oh, oké. Okay, Gracia okay. Thompson had dat gezongen. Lemo van Nelis. Ja, ja. En Sama Kamuye was ook van hem, no? Nee, Samara Mugwe was van Roy MacDonald. Oh, oké, okay, met Dries Radem. Vergeef het me hoor, als ik het niet juist heb, maar deze dingen zeg ik nu uit het hoofd. Ja, ja, ja. Maar dat dacht ik zo. Oké, maar dat is mooi, dat, goed dat jullie dat hebben afgeschaft, dat verschillende categorieën. We hebben het afgeschaft omdat we zeiden van, kijk, met andere woorden, een Kaseko-song is geen popsong. Mm. Terwijl Kaseko-liedjes, meneer, zijn populaire liedjes, begrijp je? Ook gospel-liedjes gaan op de populaire tour, hè? Dus, waarom zou je het afzonderen? Men kan gewoon meedoen met gospel songs en ze kunnen winnen. Oké, hoeveel instellingen krijg je bij zo'n festival? Wel, het varieert hoor. Toen we pas begonnen, waren het dat grote aantallen van rond de 90. Neem het laatste festival. Het laatste festival waren er rond de 60, tussen de 60 en 70. Dat is het gemiddelde van elk festival, tussen de 60 en 70. En dat wil ik ook meegeven waarom we vroeger zoveel inzendingen hadden, omdat de inzendingen onbeperkt waren. Maar toen zagen we dat, nee, de goede componisten namen het veld helemaal over en dan had je 3-4 composities van één componist bij Suripop. Mm-hmm. Begrijp je? En dat was niet de bedoeling. Toen hebben we gezegd van per componist één liedje. Dus met andere woorden, het aantal componisten is wel gaan groeien naar ongeveer rond de 60, 70 die meedoen aan dit festival. En van dit festival kan ik zeggen dat we heel blij zijn dat er zelfs professionals bij zijn. Ja. Mannen die al dus als beroep hebben muzikus, componist en die hun brood daarmee verdienen, die zeggen van hey, wij gaan Suripop ook joinen. Ook al winnen we niet, maar we willen met een lied komen om het niveau van Suripop te evenaren en mee te doen aan de ontwikkeling van de Surinaamse popmuziek. Dus dat vinden we zo geweldig. Oké, maar dat voortraject, stel je hebt 70 inzendingen. Ja. Zijn het dezelfde juryleden die gaan opereren bij de finale, die avond, die uiteindelijk beoordelen welke dus de 12 nummers worden? Nee, absoluut niet. Niet. Bij de voorselectiejury hebben we deskundigen. Dat zijn muzici, mensen die de materie kennen. Okay. Die moeten de composities beoordelen. De composities, zoals die nu gepresenteerd worden, aanstaande zaterdag in de Anthony Nesty Sporthal, daar kan niemand een kanttekening plaatsen of een aanmerking. Omdat ze bewerkt zijn door de beste arrangeurs, musical directors. Dus muzikaal zijn ze al 100% in orde. Dus je hebt daar geen jury nodig die gaat bepalen qua compositie, qua musicaliteit, qua noem maar op. Nu komt het erop neer van welk liedje spreekt het Surinaams publiek het meest aan. En daarom hebben we altijd op deze avond een doorsnee van de Surinaamse gemeenschap in de jury. Mensen die misschien niet eens zo'n affiniteit hebben met muziek, maar die toch wel geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in de Surinaamse showbiz,
zitten er ook bij. Dus je krijgt de gemiddelde. En we hebben ook gezorgd van dat je jong en oud hebt in de jury. Want apokumustak die alles ranamang. Want dat is de kracht van Suripop. De Suripop liedjes zijn er voor alle culturen die we hebben in dit mooie land. Of het nu pop Java is of Bollywood of Karkong. Je weet, het moet iedereen aanspreken. En die song is een moeilijke opdracht voor deze jury. Moeten ze voor ons eruit halen uit die 12. Want ze zijn allemaal muzikaal al top. Als je in de finale zit van Suripop, dan heb je al gewonnen. Ben je winnaar. Maar soort pokoe etaki. Soort pokoe omwekking. Maar ga je me tot orde roepen als ik je zeg welke song mijn favoriete song is? Absoluut niet, want ik hoor het al de hele dag van iedereen die ik ontmoet. Hé, hey, apokonato winiere. Hé, milo, apokonati. Weet je? Dus, ja. Maar ik ga niet zeggen, want ik zit in het bestuur. Daar wil ik niet beïnvloeden van. Daar hoor je van, man in dat bestuur. Dus, begrijp je? Maar ik mag wel zeggen welke song van de songs. Ja. Lobby nou een woord toe. Ik ga niet, vind je dat een goeie? Ik ga niet reageren. Zonder de anderen tekort te doen natuurlijk. Ik ga niet reageren, Cliff. Want, no. Maar zoals ik het elk jaar... Nou ja, ik ben al een poosje bij en ik weet hoe dat werkt. In het begin werd er een beroep gedaan op de mediahuizen van jongens. A fair chance to everyone, ja, natuurlijk. En ondanks dat zorgen we er wel voor dat we al de 12 nummers afdraaien. Ja. Evenveel airplay krijgen. Ja. Oké, maar hoe gaan jullie om met boze reacties, ontevredenheid, ook bij componisten? Eigenlijk hebben we bij de componisten niet vaak ontevredenheid gemerkt. Ze zijn zo tevreden dat ze in de finale zijn, dat ze die avond daar mogen staan als één van de finalisten van Suripop. En ik kan me niet herinneren dat we ooit negatief hebben geluid van een componist van Saide Minowini, mi poko be morobo of mi poko moropopi of whatever. Ik kan het me niet herinneren, heel eerlijk. Kijk, voor hun, de componisten, is het van, ze moeten daar zijn die avond. Ik zal een verhaaltje hierbij vertellen. We wilden, toen we COVID hadden, Suripop presenteren als een tv-show. Want dat was de enige oplossing, toch? Geen publiek. In de studio, en dan presenteren we de liedjes aan het Surinaams publiek met een jury, en dan wordt bepaald welk lied. Die componisten hebben gezegd, no way, daarom hebben we niet meegedaan. We hebben meegedaan voor dat groot orkest, voor die vibe, met het prachtige decor in de Antinesti Sporthal. Daarom doen we mee. Dus ja, toen hebben we rustig zitten wachten tot het moment daar was van, het kan weer, dus doen we het nu. Wat ik daarmee wil zeggen, dus je voelt aan waarvoor die componisten het doen. Dus als ze niet winnen, vinden ze het niet zo erg, maar die avond zijn ze daar als finalist. En dat is belangrijk voor hun. Ik heb je altijd deze vraag willen stellen. Misschien heb je het vaker uitgelegd, maar vandaag zal ik beter luisteren. Wat is doorslaggevend die avond? Is het, oké, dit is dat nummer, dit is Prasoro, is een mooi nummer, goede compositie, goed gearrangeerd, everything in place, nice. Of is het de manier waarop het nummer ten gehore wordt gebracht op die avond? Wat is doorslaggevend? Niet eens hoe ten gehore wordt gebracht. Want we hebben meegemaakt dat daar artiesten zijn geweest met danseressen, met geweldige kleding, super. En een heel verhaal erbij. En ook tot uitdrukking hebben gebracht op het podium. En ze zijn niet in de prijzen gevallen. Waar het om gaat, en ik ga het op zijn Surinaam zeggen, Apokumus Taki. En van die cd, of van de 12 componisten, van de twaalf composities, kan je van tevoren niet bepalen. Dit gaat het worden. Omdat ze alle 12 muzikaal goed zijn, zoals door jou net aangegeven. Maar Apoku Mustaki toe. En voor 4 Apoku Taki moet je de uitvoering horen die avond op het podium. Begrijp je? Dus de jury zit daar. Hoe komt het over? Hoe ervaar ik het, die muziek? Dus de manier waarop het gebracht is toch wel belangrijk? Nou, nee. Iemand kan daar gewoon staan en zingen. En emoties losmaken bij het publiek en bij ieder, bij de jury. Dus begrijp je? Apoku Mustaki? Daarom gebruik ik geen Nederlandse tekst ervoor. Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het moet prettig overkomen. Je weet dus, kijk, een goed voorbeeld is Wina Wang. Wina Wang had weinig eerplay gehad. We vroegen de mediamensen van, draai alle liedjes. Ja, maar ze zagen er niets in. Maar die avond komt die jongen daar op het podium. Amai Biggie Singi en Apoku Taki. Iedereen. Maar ik heb een ander voorbeeld. Misschien zelfs beter.
De moment is onder jou. De moment is onder jou. Toen ik dat nummer heb, je de eerste gezegd, dit is 100, 100, 100. Ja, 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 sowieso. Ja, ja. Dus, dat traan, ja, dat is de boodschap. Ja, ja. Dus de avond bepaalt. Sowieso bepaalt de avond welk liedje gaat winnen. Dus als je eenmaal daarnet zegt van wat je lievelingsnummer is, betekent nog niet dat het gaat winnen. Hoe gaat het die avond overkomen? Oké, hoe ziet die avond eruit? Ja, heel sterk. Aanstaande zaterdag, hè? Ja, aanstaande zaterdag, ja. Natuurlijk heb je de 12 finale composities. En wat we altijd brengen, zijn ook een medley van de winnende liedjes van de voorgaande jaren. En dat wordt heel mooi gebracht. Er is een speciale formule voor gevonden. En dan hebben we gastoptredens na de pauze. En dat moet een grote verrassing worden, want dat worden grote artiesten die dan gaan optreden. We zijn daarmee heel zuinig geweest om het publiek op deze 40ste verjaardag extra te verwennen. Maar alles draait natuurlijk van voor de pauze om die 12 composities. En dat gebeurt op een traditionele wijze. Maar in de presentatiesec zelf van de show zijn we ook meegegaan met de tijd. Er gaat veel gewerkt worden met beelden, met grote schermen. Mm. Dus ook dat heeft zich ontwikkeld in de loop der tijden. Dus dat wordt het. Een topshow. Ik ben blij dat je het zei, want je dacht, je zou willen zeggen, het is niet Surinaams. Om in jouw terminologie te blijven. Een show waarvan men denkt van, hey, ik zit in een buitenlandse show. Ja, ik zie Suripapa als een Surinaamse Grammy. Sort of. Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Iemand zegt, kan je aan meneer Henk vragen waarom er maar 12 liedjes worden aangenomen? Kan Suripapa het niet brengen naar 20? Absoluut niet, nee. We hebben, kijk, het is een discussie geweest. We hebben het een keer geprobeerd. Heel eerlijk, een keer zijn we gegaan naar 14. Je wil niet weten hoeveel werk er daaraan verbonden is om zo'n show in elkaar te zetten. De voorbereiding ten eerste, studiowerk, de arrangeurs die erbij komen kijken, de artiesten die erbij komen kijken, het wordt te duur. Nu al is Suripop randje kantje. Want kijk, wanneer die mensen een kaart moeten kopen voor 750 SRD, dan denken ze van dat ze betalen voor die avond. Nee, ze betalen voor een project. Suripop is al 3 jaar bezig met het voorbereiden. En dat kost allemaal geld. Dus daarvoor, je betaalt voor het totaal project. Wanneer je een kaartje koopt om Suripop te blijven behouden voor Suriname. Het is niet alleen die avond wat gepresenteerd wordt, maar het is een project. Oké, jij doet zelf de presentatie met Odette? Ja, maar er is veel op het scherm. We gaan veel met beelden werken. Dus we gaan geen verhaaltjes vertellen en zo. Op het scherm gebeurt er heel veel. Maar Odette en ik zullen en weer ons regisseur? Zijn. Regisseur, we hebben er een paar. Dat is. Want die show is altijd goed op elkaar. Iedereen is goed op elkaar afgestemd, hè? Heel goede samenstelling. Ja, in elk geval, ik weet zeker dat het. Absoluut. Nee, hij heeft ook al gedaan de History Event. Ik weet niet of je het hebt gezien. De televisieshow History Event op ATV is uitgezonden 2 keer. Op. Zaterdagavond jongsleden. En ik heb begrepen, gisteravond was er een herhaling. Nou, dat was geweldig in elkaar gezet. Maar we hebben een geweldig mediateam achter Suripop. Mensen, regisseurs, niet één, het zijn er meerdere. Editors, et cetera. Die alles goed in elkaar hebben gezet. Oké, de nummers worden gebracht. De 12 nummers. Er zijn natuurlijk, zoals je zegt, er komt er veel meer bij kijken dan alleen de presentaties. Ja, zo is dat. En jullie zijn denk ik zo rond 12 uur moet het willen de winnende compositie. Meestal is dat omstreeks 12 uur. En ik wil zeggen dat onze eerste regisseur, bestuurslid, Guno Meijer, een regel heeft ingevoerd. 8 uur is 8 uur. 8 uur is 8 uur. Dus, maar het begint niet om 8 uur, het begint om 8:30. Ja, Suripop begint altijd om 8:30. Guno, iedereen weet het. Achter zat hij te tieren. En ook al waren de muzikanten niet op het podium, kondigde hij aan, dames en heren, we beginnen nu. Nee, we beginnen over 3 minuten, over 2 minuten, 1 minuut. En dan moest de teamsong klinken, zoals jij dat ze net hebt laten horen bij dit interview. Guno, wat dat betreft was hij genadeloos. Oké, jullie zijn live op tv. Dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog even bekijken. Het ligt aan de kaartverkoop natuurlijk, van of we live gaan. Gaat het hard?
We zijn tevreden. Mm-hmm. Tot op dit moment zijn we tevreden zoals het Surinaams publiek dit ondersteunt. Het is pas zaterdag aanstaande en je weet, de mensen moeten nu ontvangen. Je weet, dus nu gaat het loslopen, toch? Dus we hebben nooit een Suripop met een halve zaal meegemaakt. Klopt, klopt. Dus eigenlijk is het Suripop altijd uitverkocht. Mm. Suripop, en ik denk dat het ook uitverkocht zal zijn. Oké, tot slot Henk, hoe ziet de toekomst van Suripop eruit? Goed, heel over goed. Over 10 jaar, 15 jaar? Ik praat over 40 jaar. We gaan met de tijd mee. Ja, ik praat over 40 jaar ook nog. We hebben nu 40 jaar gehad. En dit is een nationaal product. En waarom ik zeg dat ik weet dat het over 40 jaar nog bestaat, want de ondersteuning die we krijgen van de Surinamers, want het is hun ding. Elke Surinamer houdt van Suripop. Het is het visitekaartje als je praat over Surinaamse popmuziek en we zijn er allemaal trots op. Hè? Ik heb me laten vertellen dat op ambassades van Suriname, als men praat over Surinaamse muziek, Suripop CD's worden overhandigd van kijk, dit is onze popmuziek. En belangrijk is, Suripop heeft zich ontwikkeld als een eigen product van Suriname, in die zin van herkenbare muziek voor Suriname. Zoals Suripop liedjes klinken, zal je ze nergens ter wereld horen. Zoals Jamaica zijn reggae heeft, de Franse eilanden hebben hun zoekmuziek, weet je. Wij van Suriname hebben Suripop. Het klinkt puur Surinaams, zonder invloeden van het buitenland. Mm. Je hebt geen invloeden vanuit Brazilië, samba of whatever. Het is Surinaams en dat moeten we in de gaten houden. Het is ons eigen product. En daarom dat je mensen ook hoort zeggen van, boy, die liedjes lijken op elkaar. Maar elke reggae lijkt op elkaar. Ja. Elke soek lijkt op elkaar. Mm. Suripop heeft zich ontwikkeld als zijn eigen Surinaamse popstyle. Ja, eigen identiteit. Henk, dankjewel. Veel succes zaterdag. Thank you. En ook bedankt voor de ondersteuning. Jullie hebben met de liedjes, het afdraaien van de liedjes natuurlijk. We hebben geen andere keus. thank you. Dankjewel. Er is van Suriname, dus het is goed. Geweldig. Kom goed aan.